You should move to LA with your best friend. Goedemiddag guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag zaterdag en ik heb volgens mij 2 weken ongeveer niet meer gevlogd. Ik had niet zo'n zin, to be honest, dus vandaar geen vlog. Maar ik ga vandaag weer vloggen. Loes en ik hebben een meet and greet in Apeldoorn, echt super leuk, van een klant Velvet. Velvet die heeft een winkel op de Cornelis Schuitstraat in Amsterdam. En ze gaan nu een winkel openen in Apeldoorn, nou ja, hun tweede winkel in Apeldoorn. En ze hebben ons uitgenodigd om bij 2 uurtjes daar langs zouden komen voor een meet and greet. Dus super leuk, dus Loes en ik gaan nu richting Apeldoorn. Ik heb trouwens in de ochtend mijn lashes gedaan bij Lasherie. En ze heeft het weer echt super mooi gedaan, kijk de zijkant. Het is lang en ik heb dus nu 3D en ik ben er echt super blij mee. Thank you, Sherry. You're the best. Ik zal even, als ik in de auto zit in het licht, even een close-up filmen. Maar it's looking good. Anyways, the outfit of the day is een windjacket van LA Sisters. Dan heb ik de hologram legging ook aan van LA Sisters. En daarbij heb ik mijn Yeezys. En dan doe ik mijn Prada-tasje. En ik krijg heel veel vragen over dit Prada-tasje. Wat het model is, ik heb geen idee. Maar ik had hem gekocht in Harrods in Londen. En dit staat erop. Het is al een re-edition van 2000. En ze hebben echt in heel veel kleuren. In groen, zwart, blauw, roze en oranje dus. En hij komt ongeveer, denk ik, met 2 weken in de bijenkorf. En hij is echt super cute. Ik ben echt blij met dit tasje. Het is echt een perfect formaatje. Ik heb trouwens ook gisteren mijn nagels gedaan bij Universal Nails. En ik heb dus een nieuwe set. En het is echt super dun. En ik heb een baby pink kleurtje uitgekozen. En een klein steentje hier gedaan. En ze hebben het echt heel mooi gedaan. Kijk hoe dun het is. I love it. Echt mooi. Kijk, en hier zien jullie een close-up van mijn wimpers. Pretty. En ik heb dus nu 3D. En it's really nice. En ik heb wel echt zo'n wing. Dat vind ik altijd mooi. Als ik zo'n wing heb. En ik doe het dus bij Lasherie. En ik zal eventjes haar ding van Instagram in de beschrijving zetten. En dan kan je haar gewoon DM'en of bellen. Whatever you want. En rara, waar we zijn. We zijn bij Mackie. Ik heb een ochtend alleen heel veel snel een broodje gegeten. Want ik moest dus vroeg mijn lesjes doen. Dus eigenlijk is dit soort van mijn ontbijt. Ik heb een cheeseburger, patatje en cola. Toch? Alright, we zijn aangekomen in Apeldoorn. Het is echt lang rijden. Ik ben er nog nooit geweest. Dus, let's see. Kijk hoe leuk. Je ziet onze Instagram. We zijn dus nu binnen in Velvet in Apeldoorn. Kijk hoe leuk. Hier hangt de yellow two-piece van ons. De flame two-piece. En hier zie je allemaal leuke LA Sisters goodies, guys. Ziet er echt leuk uit. Ze hebben ook echt veel items. Een nieuw legging. Hey, mijn jasje die ik aan heb. Windjacket. Heel cute. Hoi girls, het is inmiddels alweer maandag. En het laatste wat ik volgens mij heb gevlogd is... Ja, dat we naar die meet and greet waren gegaan in Apeldoorn. Was trouwens echt super gezellig. En de winkel van Velvet is ook echt super mooi geworden. Het is nu inmiddels al 12 uur en het is maandag en ik ga straks naar Londen toe. Ik vlieg om volgens mij 7 uur of zo, dus ik ga nu nog een paar uurtjes werken. En dan ga ik uit werk gelijk naar Schiphol. En de outfit of the day is een oude sweater van LA Sisters. En ik heb er bij de Rainbow jogging sweatpants aan. Kijk. So cute. En ik heb erbij mijn Nike Air Force aan. En dan doe ik dit Dior tasje erbij. That's the travel outfit. Ik had trouwens ook nog wel wat pakketjes binnengekregen. Zal ik die nu unboxen? Ik moet toch wachten op mijn zusje. Ja, ik ga ze wel even unboxen. Alright, het eerste pakketje wat ik binnen heb gekregen is van Maison Margiela. deze parfum vind ik echt super lekker. Dat is By The Fireplace. Dit is een kaars ervan. Dat is echt super leuk. En hij is ook echt heel sterk. I love it. Kijk, zo ziet hij eruit. Jammer dat jullie hem niet kunnen ruiken, maar het is echt een goede geur. Stelt hij scherp? Nee. Of jawel. Ook een mooie kaars vind ik. Dus dit. En natuurlijk de parfum. Ik heb hem wel al even gebruikt. Maar zo ziet hij eruit. Wow, hij is zo sterk. Love this one. Thank you Maison Margiela, you're the best. Het tweede wat ik binnen heb is weer een pakketje van Giorgio Armani. Mijn powder was op, dus ik heb weer een nieuwe.
En ik heb de Fusion Powder in de kleur 8, Neo Nude. Deze is echt super goed. En ik ben er echt super blij mee. Ik hou echt van dit merk, maar dat weten jullie inmiddels al wel al. So thank you. Dan heb ik nog een groot pakket gehad van bij Kilian. En ik heb deze eerlijk gezegd nog niet geroken. Kijk hoe leuk. Een mixer, er staat Amber Celine op. Cute. En hier staat dus bij hoe je een cocktail moet maken. En dit zijn zeg maar, dit is de alcohol. Dus als ik terug ben uit Londen ga ik dit proberen. Ik heb nog nooit een cocktail gemaakt, dus ik ben benieuwd. En dit is de parfum en ik heb hem helemaal nog niet geroken. Ik ga hem eventjes openmaken. Het is de nieuwe parfum. After Sunset heet hij volgens mij. Ja, After Sunset. Dus ja, ik ga hem eventjes ruiken. Ik heb al eerder een parfum van bij Kilian gehad. Die vond ik ook echt heel lekker. Dus deze zal ook wel lekker zijn. Let's see. Ik heb hem net gesprayed en hij is lekker. Het is echt een beetje een zoete geur. Dus het is wel lekker voor overdag. So, I like. Thank you bij Kilian. En dan had ik zelf nog wat dingetjes gehaald. Ik heb weer die Dior Lip Maximizer lipgloss gehaald. Die heb ik echt elke dag op. Dus ik heb weer een nieuwe voor als die op is. En ik had van Rihanna, van die Savage by Fenty Lingerie gekocht. Maar dat ga ik niet filmen. Maar het zit wel echt super lekker, guys. Dus het is wel een aanrader. Hij stelt niet scherp, maar het is Savage by Fenty. Kijk, hier zien jullie de volledige outfit. Heel leuk, dus is je joggingbroek. En ik heb een teddycoat van mijn vader aan. Maar wij krijgen binnenkort nieuwe teddycoats. Jullie hebben al de zwarte gezien, maar we hebben ook een hele mooie off-white. Die komen echt met anderhalve weekjes online. So stay tuned. Maar zolang ik hem nog niet heb, draag ik die van mijn vader. Maar hij is wel echt super groot, guys. Kijk, oh, oh gosh. Kijk mijn hand. Die komt er niet eens uit. Maar hij is wel lekker warm. Dus ik dacht, dit is wel lekker om aan te doen naar Londen. Dus ik wacht nu even op mijn zusje. Ik ga even snel broodjes smeren. En dan ga ik nog even werken. Kennen jullie trouwens deze? Ik heb deze laatst ontdekt. Dit is de tweede keer dat ik hem heb gekocht. En ik vind hem echt super lekker. Het smaakt gewoon echt naar joppiesaus met kipstukjes erdoor. Aanrader. Alright, het is inmiddels alweer 5 uur. En ik ga nu richting Schiphol. En dan zie ik jullie zo. Guess waar ik zit? Bij de Mickey. En ik heb deze keer een quarter pounder menu. Frietjes, cola en frietsaus. Waar is die? Hier. Oeps, dat ging mijn mobiel. Nee. Please. Is die niet stuk? Oh, yes. Oké. Okay. He's alive. By the way, ik ga stuk. Kiana die had een vlucht iets van een paar uur eerder. Nu is haar vlucht vertraagd. En nu vliegen we echt volgens mij een half uurtje naar elkaar. Dus ik eet even snel mijn Mackie op en dan ga ik naar Kiana haar gate. Dat is ook volgens mij dicht bij mijn gate. En we vliegen alle twee op Gatwick. Oeps, sorry, die cola. Anyways, Kiana heeft me dus verteld dat er op Gatwick een trein is. En met die trein ben je dus echt een 20 minuutjes in de stad. Maar ik ga nooit met de trein en ik heb geen idee hoe het werkt. Dus ik heb Kiana gevraagd of ze een filmpje kan maken. Waar ik naartoe moet, hoe ik een ticket moet kopen. Ik zit nu al te stressen hoe dat gaat. Ik kies echt liever voor een Uber. Omdat letterlijk, ik ben één keer met de tram geweest. En die ene keer dat ik met de tram ben geweest, werd ik overvallen. Een man had mijn portemonnee gepakt. Uiteindelijk had ik hem geduwd, long story short. Maar heb ik mijn portemonnee wel terug kunnen krijgen, gelukkig. Maar ik vond die experience echt niet leuk. En sindsdien ben ik gewoon nooit meer gegaan. Dus ik heb nu al stress voor die trein. Maar Kiana zegt het is heel makkelijk. Dus ik hoop dat ze zo, als ze er is, snel dat filmpje voor me kan maken. En ik geen stress meer heb. Kijk wie ik hier vind. Een verdwaalde vriendin met vertraging. Hadden we toch wel dezelfde ticket kunnen boeken? Ja, ja, het eigenlijk wel. Maakt niet uit, we zijn alsnog even samen. Je hebt ook vertraging? Nee, niet meer. Oh ja. Alleen Amber heeft het geluk, we zien delay. Dus ik dacht, yes. Ze dacht, yes, Amber heeft ook vertraging. Maar nee, nu staat er op tijd. Maar je moet, ik heb ze uitgelegd dat ik niet die trein snap, dus dat je een filmpje moet maken en zo. Ja, dat ga ik doen. When I'm 20 minutes earlier than you. Alsnog. Maar wacht, waar komen we eigenlijk uit?
Gatwick? Nee, ja. Oh. Maar met die trein kom ik dan vlak bij je huis? Je komt bij Victoria Station en vanaf daar is het moet ik Uber pakken? Ja. Oh, okay. Of gewoon een normale Black Cab, want die staat daar te wachten. Oh, oké. Okay. Dus ik zou dat komt goed. Doen. Mag het lopen als je... Nope. You should move to LA with your best friend.